vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ga ik iets heel lekkers maken. En ik denk dat jullie het al wel zien. Stokjes. Dit apparaat. En dit. Maar ik denk dat jullie het al wel weten. Want wij gaan vandaag zelf suikerspinnen maken. Mijn eigen suikerspinmachine. En die heb ik gekregen van For Life. Toen ik jarig was, toen zijn we met z'n vieren naar de hamam geweest in Amersfoort. Zo'n schuimachtig ding met massages en zo. En ik ben 17 juni jarig en Floris 27 juni. Dus toen hebben we het eigenlijk een beetje samen gevierd. En toen hebben we deze gekregen. Floris heeft hem ook. Ah. En ik ga vandaag aan jullie laten zien hoe die werkt. En we gaan maar snel beginnen. Ik ga soms even een ander beeld doen, want kijk, zo ziet hij. Boven. Ik ga nu even snel de stekker even erin doen. Zo, die zit erin. En je kan hem kopen bij de... Waar kan je hem ook weer kopen, mam? Xenos. Je kan hem bij Xenos kopen. ik heb het zelf niet gekocht. Ik heb van Fluif gekregen natuurlijk. Maar ja, ik zal het even voor jullie laten zien. Ja, ik had het zoals ik jullie al net laat zien. Het is zo. Dat doe je. Zo gaat hij dan aan. En hij moet eerst altijd even warm worden. En dan gaat dat. Die wordt dan rood. Dus daar moeten we nu even wachten. En dan moet nog even warm worden. Helemaal warm genoeg is. Voel je ook wel een beetje. Nou, dan zet je hem uit. En ik heb drie smaken. Banaan. Aardbei. En sinaasappel. Maar je kan ook zelf, als je een beetje suiker hebt en de vanillesuiker met elkaar doet, dan heb je ook gewoon vanillesmaak, zeg maar. Dus dat kan je ook doen. Nou, we gaan beginnen. Ik ga denk ik beginnen met aardbei. Nou, ik pak even een lepeltje. Ik heb een apart lepeltje ervoor. Even kijken. Ik heb het. Nee, ik heb een apart lepeltje. Dat zit ook in de verpakking. Maar ik kan ook gewoon een eigen lepeltje gebruiken. En dan pak je een schepje. Even opnemen. Lipje. Schepje. Heel uitkijken, want het is echt heel erg heet. Het smelt ook heel snel. Ik doe vaak twee schepjes. Niet te veel. Het maakt niet uit als het ernaast komt, want dat is gewoon lekker. Nou, daar zit je hem aan. Nog een keer. Vaak een beetje afstand nemen, want anders spet het helemaal uit. Nou, dan gaat het zich verspreiden. Je pakt een stokje. Zo. En dan ga je wachten. En op een gegeven moment komt het aan de zijkanten, daar, komt suiker. En nou ja, komt de suikerspin, zeg maar. Dan moet je het zo gaan draaien. Nou, ik zet jullie even. Duurt nog even. Zoals jullie zien, wordt het echt een soort van spinnenweb. En je moet het een beetje heen en weer gaan draaien. En zorg dat het niet in dat draaidingetje komt. Dat overkomt mij echt heel vaak. Want anders is je hele suikerspin weg. Dus je moet het zo heen en weer gaan draaien. Kijk, mensen denken vaak dat je het er omheen moet draaien. Maar je moet het eigenlijk gewoon heen en weer doen. En dan een beetje rond gaan draaien. Je moet echt zorgen dat het niet in het draaidingetje komt. Want aan het draaien dan ben je suikerspin een beetje kwijt. Zelf geeft hij wel een beetje aan van wat hij wanneer hij stopt. Dan wordt het zeg maar dat suiker zeg maar, wordt minder. Dat gaat op een gegeven moment op en dan komt het er gewoon niet meer. Dan is het gewoon op een gegeven moment. Dus
worden op zich niet zo heel erg groot, tenzij je er heel veel in doet. Zin in de suikerspin. Nou, geef het eens dan op. En dan zet dan druk je gewoon het knopje uit. Hier zit je van een paar restjes, maar dat kan je gewoon laten hangen. Nou, en dit is dan je suikerspin. En die ga ik hem lekker opeten. Even lekker proberen, lekker proeven. Goh. Zo lekker. Gewoon pakken. Mijn middel is al bijna op. Maar je kan ook leuke vormpjes ermee maken. Zelf kan ik dat niet, maar dan moet je het even opzoeken op YouTube. Daar vind je het wel. Nou, je kan het ook altijd hergebruiken. Maar als je het even vaak gewoon even. Ik denk het wel. Is hij wel schat. Maakt niet uit als het een beetje waterig is. Nou, ik ga niet zo leks doen. Dat doe ik ook heel vaak. Dus kijk maar straks. De eerste suikerspin op, maar ik ga nu sinaasappel doen, banaan en aardbei tegelijk. En ik heb dat wel eens vaker gedaan. Ik vind het wel lekker. Het is niet echt dat je bepaalde dingen proeft, maar ik ga het nu weer. Eentje van de aardbei. Eentje van de sinaasappel. En eentje van de banaan. Ik heb een beetje veel, pak even weer wat terug. Zo. Nou, nu ga ik even kijken. Want volgens mij heb ik wel een beetje veel gedaan. Maar dat maakt niet uit. Wordt toch alleen maar groter. Kijk, voor jullie filmen. Ik denk dat hij nog een beetje los gaat schieten, maar zodat zijn de kleurtjes een beetje bij elkaar. Goed, ja. Vaak duurt het echt ontzettend lang voordat het suiker komt, maar we wachten even. Het komt al een beetje, het is nog niet helemaal aan het komen, maar er komen wel een paar randjes. Die ga ik even pakken. Nou, nu wachten op de rest. Het is één. Nee, er komt nog meer hoor. Wel, volgens mij komt het er al een beetje aan. Het komt, ja, kijk, daar komt het. Het komt echt in één keer. Zie je het? Ja. Het komt echt in één keer. Nou, daar ga ik, hè. Drie smaken door elkaar. Als het goed gaat. Dit is hem geworden. Je ziet niet echt kleur of zo, maar het proeft heerlijk. Oh, lekker warm. Ja, het is echt lekker. Je proeft alle smaken, dus dat vind ik wel lekker. Video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ja, suikerspinnen zijn natuurlijk heel erg lekker. En ik hoop dat jullie dat ook wel vinden. En als jullie ook een suikerspinmachine hebben, hoop ik dat jullie aan dit filmpje wel wat hebben. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!